Deze nieuwsuitzending, die is lekker, wordt weer heel lekker rustig. En een beetje leuk. Ja, weet dat? Net als in het café. Iemand zegt van, wat ik vandaag heb meegemaakt. Dan denk ik, zeg, wat heb je dan meegemaakt? En dan komt er verhaal uit, jongen. Dat je denkt, wauw. Volgens mij is het nu mijn beurt om een rondje te gaan bestellen. En gewoon alcohol erin blijven stoppen. Hè? Dus als iemand begint met een verhaal te vertellen, huppakee, huppakee, glas erbij. Dan gaat hij nog meer vertellen. Spraakwater heet het ook wel. Nou, ik heb nog spraakwater. Dus maak je geen zorgen. Ik ga een beetje lopen ouwe hoeren. Misschien zit je wel in de trein. Yeah. Je hebt toch tegenwoordig 5G of zo? Heb je allemaal, of wireless in de trein? Daar kan je toch maar mee even zo. Oortjes in, alsjeblieft. Nou, hoor je dat gezeik niet van al die andere mensen om je heen. Die het helemaal nergens over hebben. Ja, maar Perry, waar heb jij het dan over? Nou, ik heb het over nergens. En niets. Ik heb het niet over iets, dus dan ben je hem af. Want er is helemaal geen iets. Ah, dit is niet helemaal waar. Ik kan ook een heel verhaal houden dat ik laatst mijn keuken inliep. En er zat een hele vette duif op mijn balkon. Ik denk zo, jij bent een grote vette duif. Want toen zag hij mij en toen vloog hij weg. Het was een mannetje, denk ik. Dus er is wel iets. Dat is er. Die duif die is er. En het feit dat ik kijk naar die duif. En misschien ja, heb ik mijn lichaam iets gedraaid. Want ik liep rustig de keuken binnen. Die duif zat daar. En die zag ik vanuit mijn ooghoek. En die bleef rustig zitten. En toen draaide ik mij toe naar die duif. En toen vloog die weg. Terwijl ik achter een deur zat. Angstige beesties. Ja, toch? Ja. Die duif een beetje had opgelet, had hij gewoon gekeken van, oh, de keukendeur zit nog dicht. En als ik rustig blijf zitten, nou, dan krijg ik misschien nog wel wat brokjes. Waarom niet? Ja. Ik heb heel wat duiven lopen voederen. Heel veel dieren heb ik te eten gegeven. Ik vraag me af wanneer de dieren mij een keer eten gaan geven. Komt die dag nog wel een keer eigenlijk? Ja. Een dieren uitgelaten? Waar is de dag dat een dier mij uitlaat? En dat ik een keer mag bepalen waar ik naartoe wil? Omdat ik tegen zo'n dier zeg van nou, ik zou wel een keer naar Santiago willen. En dan een goedkoop hotelletje, vlak bij de Sloppenwijken. En dat zo'n dier er ook voor zorgt dat ik contanten heb aan de andere kant. Want ze snijden mijn bankrekening af voordat je Abraham kan spellen. Misschien dat die postduiven dat dan kunnen doen of zo. Ja, ik fantaseer maar even door hoor. Dat is toch allemaal... Ja, voor niets eigenlijk. Dat is ook het ontspannende. Hè? Als jij dus nu in de trein zit, en helemaal lekker niks doen. Dat is erg belangrijk. Dat heet meditatie. Lekker wegmijmeren. En gewoon nergens aan denken. Ik hou je wel aan de praat. Als je naar de geouwe hoer van mij luistert, dan kan jij niet aan iets anders denken. Je kan niet en naar mij luisteren, wat dan zegt, eigenlijk is er niets. En dat je aan de andere kant denkt van, oh maar zo dadelijk, ja, dan moet ik wel op evaluatiegesprek. En hoe zou dat aflopen? We maken eruit dat jij een evaluatiegesprek hebt. Ga dan weg, homo. Ik weet nog wel een keer dat mijn dochter kwam binnenwandelen. En die zei van, pap. Als dit zo doorgaat, dan blijf ik zitten. Dat was HAVO 4.
Nou, mijn dochter had een kwalificatie gekregen vanuit het primaire onderwijs om naar het gymnasium te gaan. Maar helaas, daar ga ik nog een appeltje mee schillen met God, hoor. Nu we het toch over appeltjes en evaatjes hebben, dat ik tegen hem zeg, dat is helemaal geen goed idee. Kan je niet van anders verzinnen? Dat je nou een boom verzint, ja? En er zit zo'n ovale opening in. Een beetje sappig. Een rubberboom. En dat doe je dan zo lekker je piemelorgens in. En dan groeien de kinderen aan de takken. En dan haal je als man die kinderen van de takken af. En dan zeg je, dag kindje. Die moeders buiten beeld houden. Nou, daar heb je dus momenteel niets. Dus, zal ik wel weer zo blijken dat een of andere zoobioloog tegen mij zegt van, Perry, dat kan niet. Je kan niet en afstammen van de bomen. En van de apen. Ja, maar dat is wel de harde werkelijkheid, hè, mensen. Ja. Nou, anyway, dus mijn dochter die mocht dus van die moeder niet naar het gymnasium, want dan zou het kind te slim worden. Ja, we moeten dat IQ een beetje in toom houden. En het gymnasium is ook een tamelijk rustige school, dus dan gaat zo'n kind ook echt meditatieve momenten krijgen. En dat heb ik liever niet als moeder, want ik ben een moderne moeder. En mijn kind moet naar zo'n school waar ze vooral seks... Nou, niet tijdens de wiskundeles, hoor. Die is absoluut niet sexy, maar wel bij toneelspelen en dat soort dingen. En lekker samen douchen. Allemaal heel sexy, hoor. Dan moesten ze naar die sexy school, ja. Zij zit op die sexy school. Dat is het Beekdal Lyceum hier in Arnhem. Ik schaam me er helemaal niet voor, maar stuur je kind er niet naartoe, tenzij je het echt een stiletto meegeeft. Dat zit nog een beetje waardig voelt. Wat een vernederende omgeving voor mensen is dat. Zeg. Behalve die twee conciërges. Die zijn oké. Regelrechte klarendallers of zo. Ja, niks mis mee. De leraar Duits in die tijd, die liep met een ketting om zijn nek. Dan denk ik ook, ja waarom? Maar dat moet jij weten. Oh. Wisten Sie das deutsche Wort für ketting? Ah, die was ook wel oké. Die geschiedenisleraar daar in die tijd, dat was een sukkel. Die zat ik een beetje geschiedenisles te geven. Ja. Maar anyway, back to the subject, stay to the point. Jij zit in een trein en naar dit gehouden hoer te luisteren en je denkt, ja, waar gaat het over? Dus je hebt geen tijd om te denken aan dagelijksheden. Doe dat niet. Als je dat wel doet, dan kom je in een terrein van angst terecht. En mediteren, dat is niet iets christelijks. Het christendom zegt dat je dat elke seconde moet doen. Bidden is niet christelijk. Bidden is een opgelegd meditatiemoment voor jezelf. En dat mag, waarom niet? Voor mij mag je dat doen. Het christendom zegt wel, van één keer en dan is het genoeg geweest. Een heel mooi gebed om uit te denken. Dus, je spreekt het niet uit, want dat hoeft helemaal niet. Maar je denkt het uit. Iedere jota is, die komt bij je binnen. En dan vooral de betekenis van die verzameling van letters. Die inbeelden. En het christendom dicteert slechts één gebed. Dat heet het Onze Vader. Ja, dat mag jij doen, waarom niet?
Maar niet de hele tijd. Niet 10 keer achter elkaar. Dat is net zoiets dat, mag ik een snoepje? Ja, 1 mag je er. Maar geen 10, want we gaan zo dadelijk eten. En dan heb ik een hele lekkere macaroni gemaakt met verse prei. Gebakken eitje erbovenop. En dan heb jij geen honger meer, omdat je 10 snoepjes op hebt. Dat dicteert het christendom. Heel sterk hoor, in de dogmatiek. Het dogma, dat betekent letterlijk zoiets als woord of afspraak. En een afspraak, een woord, dient een grond te hebben. Nou, de grond die er is, is vastgesteld door Martin Heidegger. Moet ik hem cadeau geven. Maar ook Gerard Heijmans heeft er... Die waren bijna tijdgenoten. En daarvoor nog een hele hoop anderen. En het is verschrikkelijk ingewikkeld. Het is niet makkelijk. Maar die grond voor het woord. Ik zeg nu die grond. Dus niet de grond, maar die grond voor het woord. Want je hebt meerdere gronden voor het woord. Je hebt ook de katholieke grond voor het woord. Heilige Maria, moeder van God, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En dan bid voor ons zondaren. Ik mis een regel. Maar je eindigt met bid voor ons zondaren nu en tot in het uur van onze dood. En dan die dood, die rijmt dus op schoot. Gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. En het eindigt met dood. Kijk, dat is ook een grond voor waarheid. Maar dat gedicht, of die mantra, die eindigt met het woord dood. Heilige Maria, bla 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 bla, dood. Maar die grond van Martin Heidegger, dat is een andere grond van waarheid. Daar valt Nietzsche valt erbij. Friedrich Nietzsche, je kan je kapot lachen, man. Je moet wel even op logica les en vooral taalles. Grieks en Latijn, dat moet je halen. Kan je hem beter begrijpen. Nou, terug naar het onderwerp. We blijven lekker bij de les allemaal. Waar is je trein momenteel? Bij Zoetermeer of zo? Zo dadelijk moet je aanstappen. Dan moet je, denk ik, als je uitstapt, ja, doe even de pauzebutton en doe die oortjes uit je neus. Want dat staat zo raar. Hè? Dat was een grapje natuurlijk. Hè? Ik ben niet dronken of zo. Ik stel me voor hoe jij op Zoetermeer-Zuid naar buiten moet. En denk, gadverdamme. Nou, dan sta je daar te wachten bij zo'n koude bushalte. Zo'n lullige bus naar het industrieterrein. Met die goedkope werkplaatsen. Ik probeer het me voor te stellen. Waar jij op dit moment, terwijl je nu naar mij luistert, mee bezig bent. Dat ik mijn taal aanpas. Potverdorie zeg. Ik en al die tijd heb ik jou lekker niet laten denken. Want dat is goed. Het is goed om niet te denken. Ja, deze uitzending is voor Alan Watt, gaat hij natuurlijk. Hè? Cutting Through the Matrix. En dit is al de zoveelste over hem. Dus ik zit eigenlijk mee te zeilen op zijn wind. Of zo.
Liften, hij dat ook wel. Meeliften. Om meeliften op zijn succes. Want iedereen kent Alan Watt, toch? Van Cutting Through the Matrix. Van Hi Folks. I am Alan Watt. En dan bla 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 bla. I hope your God or gods are with you. Nee, mee. Hey, ik moet nog goed citeren. May your God or gods be with you. Mogen je God of jouw goden je bijstaan. Maar hij ziet er de humor ook van, hoor. Vooral de laatste tijd. Ik vind hem opgeknapt. Serieus. Nou ja, vroeger, ik weet nog wel dat ik hier, dat ik in die gescheidingssituatie, ben je al je poen kwijt. En een of andere lullige flat met gelukkige, luidruchtige buren. Dan voel je je niet zo alleen. En mijn beneden buurvrouw, die draaide in die tijd Metallica. Maar ik hou van Metallica. Prima muziek. En ze draaide nummers van dat zwarte album. Lekker 's morgens vroeg. Ja, ik had geen wekker nodig, hoor, in die dagen. Jij maar af. Ja. En toen zat ik te luisteren naar Alan Watts, zo 's avonds. En toen zat hij me toch een partijtje te zeuren. En toen kreeg ik de slappe lach. En toen heb ik in mijzelf gesproken. Dat kon niet anders. Ik kreeg echt een slappe lach. En net als mijn oma, die had er ook zo'n last van. Dat ze tegen de tv ging spreken. Want dan was er een krimi bezig. En dan zei mijn oma, pas op, achter je, achter je. Want ik zei, oh, dat, ja, dat dacht ik alleen maar van, ja, oma, het is alleen maar op de tv, hoor. Ja. Maar ik kreeg de slappe lach van Alan Watt. En ik dacht, nee, meneer Watt. Ik heb heel veel respect voor u. Ja, dat zonder meer. Dat is geen kwestie over mogelijk. Geen discussie over mogelijk. Maar zo somber is het niet. En Alan Watt, in de laatste tijd. Nou, ja. En naar Alan Watt kan je altijd luisteren. Je kan rustig een uitzending opzetten uit 2009. Ja, dan is het nog wel een beetje in zijn. Ja, dat is een iets wat meer somberder periode. Maar meneer zit nog steeds op de radio. Dus ja, we maken je zorgen over. Hij had laatst echt een hele goede mop. Ja, ik moet hem even kwijt, hoor. Er was een commercial, dus een reclameuitzending geweest namens de overheid. En die ging over de verhoging van de terrorisme-dreiging. En burgers werd uitgenodigd om, als ze iets verdachts zagen, dat ze onmiddellijk de politie zouden bellen. Ja? Ja, je kan het je voorstellen, die is uitgezonden door de BBC. En Alan Watt heeft dat dus even gespot. Hier is hij een kei in. Of hij heeft bronnen, spionnen heeft die voor hem bepaalde secties van het internet in de gaten houden. Want dat zou zomaar kunnen, hoor. Dat mensen hem een mailtje sturen van, heb je dit al gezien? Ja, en Alan Watt gaat er dan op reageren. En die zegt van, eerst was er eigenlijk niet zoveel aan de hand in Engeland. Maar toen kwam die Europese Unie en toen kregen we ook nog die kanaaltunnel. En vanaf dat moment stromen er allemaal mensen Engeland binnen. Dat lijkt mij verdacht. Dat kan toch niet? Stel je voor. Kijk. Je kan van die Engelsen zeggen dat ze niet kunnen voetballen. Ja. En dat het hooligans zijn. En dat ze, ja, die moeten maar, weet ik veel. Maar ja,
Dan kan ik zeggen van die Engelsen, ja, die hebben Shakespeare voortgebracht. En daar hebben we achteraf toch echt geen zin in gehad. Want wat moet je met Shakespeare? Dan komt weer een Engeland. Je kan wel een hekel hebben aan Engeland. En ik denk voor een deel terecht. Qua Shakespeare. En nog wel wat meer van die homo's. Die vent ook weer van... William Blake. Ja, Blake. William Blake. Ja, daar weer niet op te wachten. Stomme homo's. Maar die Engelsen, die hebben van Engeland, hebben ze heel mooi gemaakt. De countryside. Zo. Allemaal keurige boerderijtjes en goede bewegwijzering. En af en toe, ja, dan zit je in Wales en dan gaan ze allemaal keurig. Dat is een soort Keltisch dialect. Maar dat is ook allemaal heel netjes. De treinen rijden daar in principe op tijd, hoor. Dan heb je mooi, dan woon je lekker met z'n allen op zo'n eiland. En dan heb je nog een beetje, ja, omgang met die andere eilanden. Dat is Ierland en Guernsey en Jersey. En dan ineens komen er allemaal lui binnen vanuit Koerdistan. Hallo, ik niet spreek English. No, me no speak English. Me hungry. Die moet je allemaal te eten gaan geven. Ja, maar als je ze nou niet alleen te eten geeft, maar je geeft ze ook onderwijs, dan heb je arbeidskrachten. Ja, maar sinds wanneer heeft Engeland gebeld met de paus? Van, hier spreekt u met de volksvertegenwoordiging van Engeland. En we hebben graag wat extra arbeidskrachten. En weet u nog waar we die vandaan kunnen halen? En kunt u ze dan hier naartoe sturen? Daar hebben die Engelsen helemaal niet om gevraagd. Die Engelsen hebben ook helemaal niks gedaan. Boos of zo op India? Dat hele India-verhaal, dat was de katholieke kerk. Dat is wat anders dan de Engelsen. Wat is dat nou? Ja, maar Elisabeth I was ook een vreemde dame. Ja, dat zal best. En die was niet van de katholieke kerk. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, en die hebben ze proberen te vermoorden, hoor. Ja, wisten jullie dat trouwens? Koning Elisabeth I. Er zijn bijna 10 moordcomplotten van ontmaskerd. Dus die zijn niet doorgegaan. Iemand kreeg berouw of iemand anders had in de gaten van daar gebeurt wat. En toen heeft Elisabeth verkondigd van de eerste jezuïet die een voet zet op dit eiland. Geen gerecht. Gericht. No court. Zonder meer de doodstraf. Ben je een jezuïet en zet je een voet op het eiland, krijg je de doodstraf. En hoe voorkom je die doodstraf? Nou, punt 1, door geen jezuïet te zijn. Dan mag je, ja, daar staat de doodstraf niet op. En de andere is, als je dan toch een jezuïet bent, ja, stay away. Want anders word je vermoord. Gedood, moet ik zeggen. Mooie tijd dan. En dan stromen al die mensen stromen binnen daar in Engeland. En die Indiaanse mensen, uit India, ik denk dat dat op zich wel gaat. Net als de Surinamers die naar Nederland kwamen. Daarvoor, bij Surinaamse mensen voel ik respect. En ze kunnen ook Nederlands met zo'n heel grappig accent waar ze nooit meer van afkomen. Cool, wacht je. Maar de rest heb ik echt geen bintenis mee. Hier in Nederland praat ik even over.
En ik ben heel veel omgegaan met mensen van buitenlandse afkomst. Syrië, Turkije, Koerdistan. Laatst kwam ik Ali tegen. Een aardige man. Dat is echt zo'n typische Turk. Dus een kop kleiner dan ik. Donker haar, maar meer haar dan ik. En bruine ogen. Ik kreeg nog een jenever van hem. Erg aardig. En er was zo'n warme avond. En Ali was echt in de ronde aan het spieden. Die zei van, ja, ik ben hier om een weef op te pikken. Okay. Ja, ik doe dat niet hoor. Ik ben wel, even kijken hoor, mijn laatste, maar dat was ook een ramphuwelijk hoor. Ja, die kwam ik tegen in de kroeg. Ik heb er niet op gepikt. Ik heb wel een keer een vrouw opgepikt in de kroeg. 4 uur 's nachts. Ik tegen haar zei van, ik ga naar huis en ik heb thuis nog wat te drinken. En als je bij mij wil slapen, mag dat. En zij had een bloemetjesjurk aan. En ze kwam uit Spanje. Dit is ook alweer. Hij schiet me zo wat er binnen. Ik heb haar daarna nog 1 keer gezien. En dat is inmiddels alweer 10 jaar geleden of zo. 8 jaar geleden. 7 jaar geleden. En toen liepen we, zij naar bloemetjesjurk. Het was heel warm. Naar mijn flat toe. En toen zei ze tegen mij, ik ben niet echt een vrouwtje. Ik zei, oh, ja, nou en? Nou, ze zag eruit als een vrouwtje. Dus, ja. Mij maakte het niet uit. Ja, die heb ik opgepikt in de kroeg. We gingen wel wat drinken en ik nog lekker aan de bier of zo, de kat. En zij wilde alleen maar een glaasje water. En ze kwam lekker bij mij in bed liggen, en meer niet. Dat was de afspraak toch? Wil je bij mij komen slapen? En meer niet. Oh, nou weet ik het weer. Zij is geboren Carlo en ze heet Carla. Ze heeft het ellendige apparaat aan de voorkant heeft ze laten verwijderen. Tot een klit laten verminderen. Dat heeft ze gedaan. Ze heeft de penis laten verminderen tot een klit. Ja. Ja, niet mijn ding. Ik vind het een beetje eng. Maar dat was lekker zo'n Carlo te zijn. Ja, vrouwen oppikken in de kroeg, ja, dat doe je ook niet. Daarvoor ga je niet naar de kroeg. Het kan gebeuren natuurlijk, maar... En die Ali, die Turk, die was echt zo van, wat zijn die bitches, wat zijn die bitches? Ik ben horny, horny, horny. Dan denk ik, ja Ali. Die influx van mensen van overal vandaan, Syrië, Koerdistan... Iran, Irak, zeg het maar. Het zijn economische gelukszoekers. Daar heb je niks aan. Die hebben wij helemaal niet nodig. En die mensen kunnen zeggen van ja, maar ons eigen land, dat slaat nergens op. En wij willen naar een land waar het wel ergens op slaat. Ja.
Maar dat lijkt het me dat je je moet gaan verdiepen in de cultuur die ertoe geleid heeft dat er een land ontstond wat ergens op slaat. En Nederland heeft betekenis. Ik denk dat Nederland qua betekenis momenteel nummer 1 staat op de wereldranglijst der landen. Duits, maar dan begrijpelijker. Iets relaxter dan de Duitsers. Iets meer bestand tegen die immigratie. Toen bij zo'n nieuwjaarsviering ergens in Berlijn zijn er vrouwen gehuppeltje pup, een soort gangrape of zo. Dat had hier in Nederland niet kunnen gebeuren. Dat zou ik heel gek gevonden hebben. Die Duitsers zijn een beetje pussies geworden. Ja, vind je het gek? Dat volk, die regio, die cultuur, die is te grazen genomen. Zo, dat net. En weinig mensen beseffen dat, hè? Je leeft in een wereld van getraumatiseerde mensen. En dat trauma, dat komt door hechting. Dat is een belangrijk woord om de intentie, de betekenis van het woord. Het woord hechting, dan kan je ook zeggen, ja, dat is het hechten van een wond. Zo, hè? Dan dwaal je af. De hechting, dus je één hechting, twee hechtingen. Dat is dus niet die, met zo'n naald. Maar het is het wel. Dus als jij een incisie hebt, dus een snede in je huid, weet ik veel wat, er zat een cadeautje in van je vriend. Of een chip of zo in je dij. Dan zeg je tegen de arts van, oké, opensnij in die boel, haal die chip eruit. Die chip irriteert. Of hij is kapot. Nou, dan moet er gesneden worden. Maar daarna moet de boel gehecht worden. Hè? Nou, in het geval dat jouw chip eruit gesneden moet worden en je krijgt een hechting. Of twee hechtingen, of drie hechtingen. Dat is vier hechtingen, vijf, maakt niet uit, man. Dat is niet zo erg. Die hechtingen van zo'n wond. Ik heb het over de letterlijke wond. Hè? Die hechtingen die je dan krijgt, die zijn temporeel. Want dan groeit alles weer aan elkaar. En dat is niet wat Boeddha beweert als hij het heeft over hechting. Hechting in het dogma van Boeddha, dat is voorafgaand aan het verfijndere begrip zonde. Ik kan dit heel in het kort uitleggen, dat is echt niet moeilijk. Hechting is dat jij denkt dat omdat jij A, B, C, D, E, F, G, H, I, maar maakt niet uit, hè? Kortom samengevat, geboren bent. Omdat jij geboren bent, verwacht jij dat
de wereld klaar is voor jou. Jij hebt even zelf verzonnen. Ja, ieder mens heeft recht op een lieve moeder die er mooi uitziet tijdens feesten. En een vader die veel geld binnenbrengt. En er altijd bij is. Als er feest is. Dat is hechting. Dat is de hechting van het kind naar zijn of haar ouders. Is het grootste probleem van de samenleving. En Christus Jezus heeft ook ergens gezegd. De zoon zal opstaan tegen zijn vader. En de dochter zal opstaan tegen haar moeder. Zoiets. In het evangelie van Thomas staat het nog veel vetter. En trouwens in Genesis 2 staat. Een man zal zijn vader, zijn moeder, zijn hele familie in de steek laten. En een gezin stichten met een vrouw. En als je de Bijbel even doorleest, dan zal je zien dat er ook staat dat datzelfde geldt voor de vrouw. Dat is onthechten van je ouders. Ik doe dit met in gedachten Osho. Bhagwan heette die ook wel. Hij heeft op een dag, en toen was hij al helemaal vernacheld, er was bijna 50 miljoen dollar van hem geteeld, nee, van de organisatie geteeld. Hij had er de pest in. En hij zei, laat het hele Bhagwan gedoe maar zitten. En Bhagwan betekent zoon van God. Dat is de intentie van dat Indiaanse woord. Ja, wat is dan? Kijk hoor, Bach zal wel God zijn en dan Wan is zoon of Godzoon. Maar dat heeft hij niet zelf gekozen. Best mooi hoor, zijn levenswandel. Hij is geboren in India. En daar heeft hij filosofie gedoseerd. Hij heeft eerst gestudeerd en toen is hij gaan doseren. En wat hij gedaan heeft, is hij heeft een connectie gelegd tussen de Oosterse filosofie en de Westerse filosofie. Dus heeft hij echt perfect gedaan. Daar kan ik niet aan toppen. Heel mooi uitgewerkt. Is misschien wel de belangrijkste schrijver van de 20e eeuw geweest. In die zin dat hij niet heeft, hij heeft niet geschreven zelf. Hij sprak en liet pauzes vallen. Erg goede orator. Dat kon hij geweldig. Een hele mooie van hem is dat hij een hele tijd stil was. En dat hij dan zei, de pauze tussen mijn woorden zijn belangrijker dan dat wat ik zeg. Ja. Osho was cool. Zo, Osho, zo werd hij genoemd nadat hij gezegd had van ik ben een hele gezeik over mijn persoonlijkheid, ik ben het beu. Ik kan de hele dag wel doen alsof er niks aan de hand is en jullie het goede voorbeeld geven. Laat mijn naam, alles me zitten, ik hou ermee op. En toen heeft hij gekozen voor die naam Osho. Ja, toen had hij ook al geen nagel om aan zijn reet te krabben. En die Rolls Royces, hè, dat wordt hem ingevreven. Dat, ja, dat vind ik veel
En heel veel Rolls Royces. Daarmee, wat ze gedaan hebben met zijn beweging, want er was helemaal geen beweging, laten we eerlijk zijn. Hij was een filosofieprofessor en hij wist zoveel en hij dacht van, nou weet je wat, ik ga doseren buiten de universiteit. Net als Louis Fermat, die wiskundige uit Frankrijk. Die had al helemaal geen zin om naar de universiteit, de Paris, de connaissance, ja. De Bois-Bounon, Louis van Matt, die zat ergens in het achterhoek van Frankrijk. Een beetje lekker te schrijven. En dat is Osho ook gaan doen. Want als je de filosofie begrijpt, de filosofie, het geloof. Als je die snapt, dan heb je geen zin meer in materie. Is het jouw gelijk? En hij gaf zich over en dat werd een knetterend succes. Mensen luisterden ademloos. Ja, vind je het gek? Ik heb les gekregen in Nietzsche, Schopenhauer, Kant. Het kostte mij 3000 gulden per jaar. Ik had toen dat geld, dus heb ik het gedaan. Maar wie kan dat? En wie heeft er de tijd voor? En by the way, dat onderwijs, dat katholieke onderwijs, dat was bij de katholieke kerk, universiteit. Die wilde altijd geld hebben. En dan wordt het heel langzaam uitgelegd. Ja, vind je het gek? Want des te langzamer ze het uitleggen, des te meer uurtjes ze kunnen draaien. En dan kan het collegegeld volgend jaar naar 4000 gulden. En dan komt de eurotijd en dan schroeven we het naar op naar 4000. Ja, toch zoveel? En Osho, dat kost helemaal geen drol. En het drama begon met de vrouw. Er was één vrouw en die was zijn persoonlijke secretaresse. En daar had hij geen seks mee. Seks is best, ik vind alles prima. Als het moment daar is, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Als het moment daar is, en la la la. Maar niet met mijn persoonlijke secretaresse. Daar zit wat in hoor. Alleen maar seks met bezoekers of zo. Met voorbijgangers. En die vrouw die heeft hem verneukt. Dat staat allemaal op beeldmateriaal. Ik was stom verbaasd. Er zat een film op Netflix. En die heet Wild, Wild Country. Kan je het hele verhaal zien. Er wordt niet uitgelegd wat zijn filosofische kracht was. Ik heb hier een boek van Bhagwan Shire Rajneesh. Die heb ik hier in huis. Het heet Het Mosterdzaad. Heel erg mooi boek. Het legt uit wat Christus Jezus bedoelde met die parabel. Het mosterdzaad. Ik ga eens een beetje stotteren hoor. Maar het mosterdzaad, letterlijk hè. Is een der kleinste zaden, zo niet het kleinste, ter wereld. Je hebt toch wel eens mosterd gegeten, of niet? Dat is zaad. Gemalen zaad met, nou, kan je erbij doen wat je wil.
En als je dat zaad in de grond stopt en de omstandigheden zijn goed, dan wordt dat een der grootste, zo niet grootste, bomen. Osho kan dat uitleggen. Hij weet precies wat Christus hier bedoelt. Een hele goede leraar. En Osho, dat is, dat heb ik dan ook geleerd in die documentaire Wild, Wild Country. Met allemaal actuele dingen. En er wordt volgens mij, ik weet niet wie er acteert, want er wordt misschien wel ingeacteerd. Maar heel veel dingen zijn real life. En het plaatje is duidelijk. Niet zo moeilijk te begrijpen. En die vrouw van hem, die privé-secretaresse, nou, is een regelrechte psychopaat. Categorie Hillary Clinton. Die vrouw, Sheila heet ze. Anand Sheila. Die heeft op de live television gezegd. Want er werd haar dus in de schoenen gewreven, of hoe moet je dat zeggen. Dat zij mensen heeft ziek willen maken. En dat er sommigen ook aan gestorven zijn. Waarop zij zei, ja, wat zeur je nou over? Mensen worden toch ziek? Ik heb meegewerkt aan het ziek maken van mensen. Maar mensen worden toch ziek? Dus hoezo kan je de zieke, de mogelijk ziek wordende, ziek maken? Want ze zijn al ziek wordend. Dus zijn ze ziek. Ja, en ik heb inderdaad salmonella laten verspreiden. Dat heeft die bitch laten doen, hè. Zij heeft ook in de slaapkamer van Bhagwan, zo heette die toen nog, heeft ze een microfoon laten plaatsen. Arme, arme, arme Osho. Arme meneer Reinees. Ze hebben zijn... hij had hem... het begrip ashram, een commune, meer niet. Als iedereen onthecht van het persoonlijke bezit vanuit een overtuiging van binnen jezelf. Niet omdat de overheid dat verlangt. Hè. Dat heet communisme of katholicisme. Hè. Al je bezittingen gaan naar de kerk. Niks is meer van jou. Maar dat is een formele afspraak. Je moet die afspraak met jezelf maken naar je omgeving toe vanuit je eigen overtuiging. En kom maar binnen. En als je afstand hebt gedaan van al je persoonlijke bezit, dan vraag jij je af, wat moet ik doen? Je kan zeggen dat is ultiem feodalisme. Niets is van jou. Wat mag je doen? Want als je niet werkt, hij die niet werkt, zal niet eten. Staat in de Bijbel. Dat weet Osho ook. Ieder mens wil van nature werken. Dat vindt hij heerlijk. En wat wil hij nog meer? Ja, een bedje. Een leuk uitzicht. Bloot door de natuur lopen. Een beetje dansen. Dat was wel goed van Osho, hoor. Dat heeft hij goed verzonnen.
En dat is door de katholieke kerk of Babylon, hoe je het maar wil noemen, dat werd streng in de gaten gehouden. En ik ben ervan overtuigd dat het idee met die Rolls Royces, ja, dat komt van die lui. Van die Babyloners, Babyloniërs. Die verwarrend sprekenden. Die hebben zijn organisatie ondersteboven gehaald. Dat was belachelijk. Die vrouw heeft nog een keer op tv gezegd van ja, we hebben nu 85 Rolls Royces, maar we willen naar de 100. Nou, dus ja, meneer Bhagwan, zo heette die toen nog, die heeft het laten, die had er niks mee te maken. Maar meneer Bhagwan is niet de enige die verneukt is door een vrouw, weet je, maar. Dat is wel een mooie uitspraak van Bhagwan. Van die vrouw die had hem dus verneukt. Hè? Die bleek dus af wat ze allemaal niet gedaan heeft. Tot en met bommen aan toe. Brandstichting. Oh man. En hij heeft dus, toen hij er allemaal achter gekomen was, en mevrouw Anand Sheila, die was er met $43 miljoen vandoor. En toen zei hij zo heel rustig, daar was Bhagwan een hele goeie in, hè? Heel rustig zei hij, kijk, liefde is eeuwig. En kan omslaan in haat. Ik laat nu even een pauze vallen. Hè? Maar nee, Bhagwan is mijn leraar. Sukkel dat hij was. Kan je die bitch nou vertrouwen, klootzak? Voor de rest had hij het helemaal goed. Super tof. Maar die vrouwen zijn niet te vertrouwen. Ja. Dan kan je die vrouwen wel de hele tijd laten neuken. Dan is in ieder geval die seksuele energie eraf. Maar ja, dan komen de kinderen en dan. Wie is papa? Daar had Osho niet goed over nagedacht. Daar zit zijn denkfout. Ik zal even uitleggen waarom. Dit gaat over epigenetica. Dan leer je nog wat. Je zit al lekker in de trein. Dan maak het uit. Over, oh nee, ik zit al bijna tegen het uur. Dus jij moet uitstappen bij Soetermeer-Zuid. Dus dan zal ik het kort houden. Maar kennis wordt overgedragen via DNA. Karma. En dat gebeurt tijdens de bevruchting. En meer niet hoor. Dus, DNA-therapie heb je helemaal niet nodig. Maar jouw DNA wordt gelezen. Dat gebeurt. Je DNA is een bibliotheek. Het is een woord. En dat wordt gelezen. En het wonder is dat het DNA is op zich levend en weet wat gelezen wordt. Dus het DNA past zich aan de mate waarin het gelezen wordt. Het is het verhaal van de monarchvlinder. Een vlinder en die vliegt een heel eind weg. En daar komen de eitjes, een dingetje, dingetje, een larfje, larfje. En die vlinders vliegen weer
die nieuwe vlinders, die vliegen terug naar de plek waar ze geboren waren. Daar waren de ouders. Ja. Heel bijzonder. En dan heb je de ene monarch en die komt altijd terug in North Dakota of zo. En die andere monarch vlinder die komt altijd terug. Maar het zijn dezelfde vlinders. Maar in hun DNA zit dat richtinggevoel. Zo'n vlinder kijkt naar de zon en denkt, oké, het is daar. Het kijkt, ja, snap je dat? Dus je DNA slaat herinneringen op. Het DNA is veranderlijk. En ik kan er een profiel van maken. Ja, maak voor mij iedere dag een DNA-profiel en hoe ziet het eruit? Dat zou ik wel eens willen weten. Is dat een constante? Nee, ik dacht het niet, want je hebt DNA-therapie. Dus kennelijk kan men, de mensen in de witte jassen, die kunnen je DNA veranderen. Want daar heb je therapie voor. En dan moet je verzekerd zijn, want het is niet te betalen als individu. Je kan beter naar de kermis gaan. Maar ze kunnen jouw DNA dus kennelijk veranderen. Ja. En waarom? Ja. Dat kan alleen maar als het veranderbaar is. En aangezien de aanwezigheid van jou in je leven, je geest, dat is het issende. Daarin ben jij een kind van God. Conform de Bijbel. Christelijk dogma. Ik ga het zo even dadelijk voortzetten over epigenetica. Dat daar bewijzen voor zijn. Ja, vroeger moesten we het doen met het Oude Testament. En ja, en Mozes zei... En toen mochten we nog lekker gaan slachten. En tegenwoordig mag het van de Bijbel niet meer. Nou, dan hoef ik het hele boek niet meer te lezen. Want dan ben ik er al klaar mee. Homo. Je hebt je Bijbel te lezen en te begrijpen. Osho verlangt niets minder van jou. En Ellen Watt ook niet. Ellen Watt zeikt niet over de Bijbel. Niet over de King James. Want je moest eens weten hoeveel Bijbels ze gepubliceerd hebben om die ene Bijbel te verbergen. Er is een gezegde, de beste manier om een boom te verbergen is midden in het bos. En nu vraag ik aan jou, er is een open vlakte en er staat een hele grote mooie boom. Hoe ga je die verbergen? Nou, allemaal namaakbomen eromheen zetten. Dan creëer je een bos rondom die ene boom, zodat niemand die ene boom kan vinden. Er zijn Bijbels in omloop, die zijn te smerig voor woorden. Dat lijkt godverdamme 50 tinten grijs wel. En die goede Bijbel, die moet je hebben. Dat is je uitgangspunt. En het lezen van je Bijbel, dat is... Hoe moet je dat doen? Ja, het beste is in een cel. In de badkamer, voor mijn part. Wanneer heb je van die zeeplucht? Dat is ook niet lekker. Op de play, misschien. Het toilet even mooi schoonmaken. En dan je kinderen allemaal da. Wow, oh, mama, we gaan buiten spelen. We komen weer binnen. Dat je zegt, mama gaat even naar het toilet. Met je koning Jacobus Bijbel. Ja, lees een paginaatje. En maak je geen zorgen, je krijgt de Bijbel niet uit. Dus geen reden tot haast. Het komt allemaal wel goed. En lees een stukje.
Dan weet je precies waar ik het over heb. En Osho. Behalve met Osho met zijn seksdingers. daar hebben we het nog wel een keer over. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Het is wel fijn dat in deze tijden dat mensen toch nog de tijd vinden om naar iemand zoals mij te luisteren. Ik heb helemaal niks te vertellen. Dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. Ja, en dus? En ik zie het hoopvol in, hoor. In de empirie. In wat ik om me heen zie. Ik ga veel om met jonge mensen. En dat bevalt me wel. En ze energetisch, lekker slim. En hier in Arnhem lopen meerdere bijbelgelovende christenen in de rondte. Dat zijn mosterdzaadjes. Dat wordt een hele grote boom. Ik zat laatst op het terras bij het streetcafé. Ik ga er ook even langs. Streetcafé Arnhem. Heb je zo gevonden met maps.google. Het is een loopafstand van het station, het centraal station. Je hebt geen taxi nodig. Je moet naar het Jansplein. Daar zit die octogonale kerk. Ik vind dat verdacht. Beetje engelaar. Die zijn volgens mij ook geïnfiltreerd. Net als de organisatie van Bhagwan. Bhagwan moet je zeggen. Bhagwan. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Op zijn hamburgers sluit ik af. En dan ga ik de volgende uitzending gelijk weer beginnen. Want jij moet de trein uit. Of je gaat lekker slapen. Of je bent al in slaap gevallen. Als je in slaap bent gevallen en je moet er bij Zoetermeer-Zuid uit. Ja. Misschien rij je het station voorbij. Snap je? Dat is toch ook mooi. Hé, hey, op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.